Welkom in de kookstudio's van Wieswis. Ik ben Anne van restaurant Bigaro en Thomas. We hebben Thomas meegebracht, want die heeft een probleem. Alweer, ja. Het probleem is dat als ik dan eens een handje wil toesteken bij het koken, een van de weinige dingen die ik mag doen is water afgieten, kokend water van spirulie of van aardappels. En zelfs dan zit ik te knoeien. Dan verbrand ik mezelf, ik zit te knoeien met ovenwanten of met panlappen. Dus mijn vraag is, hoe kan ik efficiënt en beter afgieten? Ik heb hier enkele modellen meegebracht, Thomas. We zullen eens eventjes gaan kijken. We hebben hier twee klassieke modellen. Ja. We hebben daar de afgieter voor. Als je iets weinig moet afgieten, kun je hem klein gebruiken. En dan groot afgieten, dan maak je hem groter. Ja. We zetten hem in de afwasbak. De deksel erop of eraf. En we gieten hem uit. Je moet ook zo kijken dat je altijd van je weg giet, niet naar je toe giet. Want dan krijg je ook de waterdamp in je gezicht. Ja, dus bij zo'n model zit ik meestal met de deksel te knoeien, omdat het dan eraf valt. Je kunt ook zo, maar dan zit je met panlappen en weet ik veel wat. Gelijk deze kan ook niet warm worden, omdat die dus met die kunststoflaag zit. Zo. En dan heb ik een heel speciaal modelletje meegebracht. Dat is de BK die met de speciale afgietfunctie. Dan draaien we een kwartslag. Mm-hmm. En dan de deksel, die blaad je er gewoon op. En je giet af. Och, amai. Heb je dat gezien? Dat is heel praktisch, ja. Ja. Dat moet ik onthouden. Ja. Of gaan halen. Zo. Maar we gaan vandaag koken met deze. Deze heeft ook die speciale afgietfunctie. Dus we openen de pan. Mm-hmm. En dan gaan we er het water in doen. Zo, Thomas. Ik heb onze ketel gevuld. Ik ga hem vullen met de pasta. Dus we doen onze deksel erop, we draaien hem een kwartslag. Het handige aan deze ketel is dat hij een glazen deksel heeft. Inkijkfunctie, ja. Dus dat we de inkijkfunctie hebben. Je kunt er natuurlijk altijd iets aan toevoegen. Een bouillonnetje of wat zout, olijfolie. Zo, Thomas, onze pasta is gaar. En waarom gebruik je geen panlappen daar voor die hendels? Ik heb juist eventjes getest. Ze zijn niet warm, maar het is ook omdat de hendels hoger liggen. Hier liggen de hendels lager en dan kom je eigenlijk meestal met je vocht tot op hendelhoogte en hier... Het is veilig. Is het veilig. Oké. Zo. Dat ging vlot. Thomas, dit is het speciale afgietsysteem van BK. Dat is uniek voor deze pannen en je ziet dus... Een hele revelatie in het kook. Ja, geen verbrande handen, geen verbrande handen. Je draait de deksel om en we kunnen beginnen met onze saus erbij te doen. Fantastisch.